Soms hoor je een lied van een collega dat je denkt, oh, ik wou dat ik dat geschreven had. Een jaloersmakend lied, dat het een beetje pijn doet, maar vooral omdat het zo mooi is. Dat gebeurt ongeveer eens per jaar en sinds een jaar of tien, als ik zo'n lied hoor, dan geef ik ook een prijs. De Okapi Liedprijs. Daniel Loos heeft hem een keer gewonnen, Henk Hofstede, Joop Visser twee keer met Jessica. En ja, een paar weken geleden hoorde ik dit. Het jaar is nog jong, maar de Okapi Liedprijs 2016 gaat naar een Lucky Fonds. Later word ik een zeeman met een trui van blauw en wit. En dan heb ik ook zo'n hondje dat dan op de uitkijk zit. En als ik uit de haven vaar, zwaait het hele dorp me uit. En na een tijdje op de zee hoor ik het droevige geluid van de stemmen in mijn hoofd die me nooit meer laten gaan. Die me zeggen dat ik een dienaar ben in Satans karavaan. En dat ik moet marcheren met de zombies uit de hel. En dat mijn hondje een kleine zondaar is die ontdaan wordt van zijn vel. En dan zeil ik weer terug en dan wordt alles weer normaal. En dan vertel ik alle kinderen van het droevige verhaal. Van het hondje en hoe het sterven moest van ouderdom op zee. En als een van die kinderen huilt, dan zeg ik, joh, de volgende keer mag je mee. Dat is hem. Hij mag mee.